Welkom bij Gods Woord. Welkom bij the Word of God. Hier zijn we weer voor vandaag. We verwelkomen jullie eens te meer bij Gods Woord op deze dinsdagavond of deze woensdagavond. We welcome you once again. Here we are once again with the Word of God, and we welcome you on this Wednesday evening. Mijn naam is Geert Byers. Ik ben predikant bij Believers Assembly Ministries Hest op den Berg. My name is Geert Byers and I'm a preacher in Believers Assembly Ministries Heist op den Berg. I'm the pastor in Believers Assembly Ministries Heist op den Berg. En wij zijn deel van Believers Assembly Ministries International opgericht door Reverend Frank Uwaila. And we are part of Believers Assembly Ministries International, which was founded by Reverend Frank Uwaila. God zegent u, Reverend Frank. God bless you, Reverend Frank. En vandaag, zoals je hoort, hebben we ook weer minister Yannick bij ons om de Engelstalige of de Engelse vertaling te bezorgen. Of te verzorgen. As you hear again, we have minister Yannick with us to take care of the English translation. En vorige week hebben we gesproken over Genesis 13. And last week we spoke about Genesis 13. En we hebben gezien hoe Abraham een reiniging of een heiliging heeft moeten doorstaan. And we saw how Abraham had to be sanctified. Offers dienden te brengen. Had to bring sacrifices. Dingen dienden op te geven. Had to leave things behind. Om een stap dichter bij zijn herstel te komen in de nabijheid van God. To come a step closer to his restoration in the presence of God. En een stap dichter te komen naar zijn herstel in de naar de zegens die God hem beloofde. And to come closer to the promises that God had promised. En vorige week hebben we de prediking gedaan en vandaag gaan we bidden met deze prediking. And last week we did the preaching and today we are going to pray with the preaching. En voor de prediking zelf verwijzen we naar vorige week op dit kanaal of naar ons YouTube kanaal Emblem Ministries. For the preaching of last week we refer to the to our message of last week and we also refer to our YouTube channel Emblem Ministries. En laten we dus maar dadelijk invliegen en we gaan beginnen lezen in Genesis 13. So let us start and we are going to start reading in Genesis 13. En de Bijbel zegt, zo vertrok Abraham uit Egypte naar het zuiderland. And Abraham went up out of Egypt. Met zijn vrouw en alles wat hij had en Lot ging met hem mee. He and his wife and all that he had and Lot with him. Nu de Bijbel zegt dat Abraham met zijn hebben en houden uit Egypte vertrok. The Bible says that Abraham left with his possessions out of Egypt. Met zijn vrouw en alles dat ze hadden. With his wife and everything that he had. Maar Egypte had wel een invloed achtergelaten op het leven van Abraham en zijn familie. But Egypt had left had an effect on Abraham's life and his family. Onder andere door Hagar, zoals we later zullen zien. By Hagar, as we are going to see later. En deze invloed was eigenlijk gevaarlijk voor zijn familie, voor zijn huwelijk en voor Gods belofte naar Abraham en Sarah toe. And this effect was very dangerous for his family, for his promises. En de meeste onder ons komen ook uit Egypte. And most of us come out of Egypt. Niet fysiek uit Egypte, maar uit een werelds leven. Not physically out of Egypt, but out of a worldly life. Alvorens we deel begonnen uit te maken van de kerk. Before we became part of the church. Alvorens we christenen werden. Before we were Christians. Of misschien bevind je je nog altijd in dat wereldse leven. Or maybe you still found yourself in that worldly life. En zelf heb ik ook een leven in de wereld gekend. And me also, I knew a life in the world. Een leven gescheiden van God. A life separated from God. En waarin Egypte zijn tol eiste met een relationele breuk tot gevolg. In which also Egypt had his effect with a broken relationship as a result. En vandaag zijn er vele relationele problemen en echtscheidingen. And today there are a lot of divorces and problems in relationships. Nu ik zeg niet dat de kerk en de aanwezigheid van God garandeert een perfect huwelijk garandeert. I do not say that the church and the presence of God guarantee a perfect relationship. Maar wel dat je problemen leert overkomen zonder dat het tot een breuk moet komen. But I can say that it helps you to overcome problems without having to go through breakups. Heb je vandaag relationele problemen en je maakt geen deel uit van een kerkgemeenschap? If you have problems in your relationship and you are not part of a ministry today. En je hebt geen geestelijke vader. And you do not have a spiritual father. Dan is mijn eerste advies voor jou vandaag:
Zoek jezelf een Bijbelgefundeerde kerk en een geestelijke vader die zich om jou bekommert. The first thing I can advise you is to find a Bible-based church that you can go to and find a man of God. Luister naar zijn advies. Listen to his counsel. Huwelijkscounseling lijkt vandaag niet meer nodig. Marriage counseling does not seem necessary today anymore. Maar vele relaties zijn ten dode opgeschreven voordat ze begonnen zijn. But a lot of relationships have been written to death. Before they even started. Omdat er geen goede fundering gelegd was voor hun relatie. Because there was no good foundation laid for the relationship. Abraham en Sarah verlieten ook Gods nabijheid. Abraham and Sarah also left the presence of God. En God, en onmiddellijk kwam hun relatie onder druk. And immediately their relationship came into under pressure. Vandaag bid tot God. Today pray to God. In de naam van Jezus. In the name of Jesus. Dat het wereldse leven dat je gekend hebt. That the worldly life that you have known, of misschien dat je nog altijd kent. Or that you still know, niet de kracht heeft om jouw relatie ten onder te brengen. That it will not have the power to break your relationship. Bid tot God en bid dat de Heilige Geest kracht zal brengen in je relatie. Pray that the Holy Spirit will bring power in your relationship. Bid dat Jezus kracht zal brengen in je relatie. Pray that Jesus will bring strength in your relationship. Laat de Heilige Geest en Jezus toe in je relatie. Allow the Holy Spirit and Jesus in your relationship. Zodat zij je kracht kunnen geven. So that they can give you strength. In de naam van Jezus. In the name of Jesus. Abraham had voordien Canaan en Gods nabijheid verlaten om naar Egypte te gaan. Abraham had left Canaan and the presence of God to go to Egypt. Zoals er vandaag vele mannen en vrouwen Gods nabijheid verlaten hebben. Just as today a lot of men and women have left the presence of God. Geloven dat ze God niet meer nodig hebben, maar voordat ze het beseffen, eist het wereldse leven, het Egyptische leven zijn tol. Believing that they do not need God anymore, but before you know, Egypt and the worldly life also have an effect. Bid vandaag in de naam van Jezus dat waar je de kerk verlaten hebt. That everywhere that you have left the church. Waar je God verlaten hebt. Where you have left God. Of waar je God en de kerk nooit gekend hebt. Or where you have never known God or the church. Dat God je zal terugleiden naar de plaats waar hij je kan beschermen. En je relatie en je huwelijk en je familie kan beschermen. That God will take you back and lead you to a place where he can protect you. He can protect your family and protect your relationship. Prijs de Heer. Praise the Lord. De Bijbel zegt in vers 2. Abraham was heel rijk en hij had veel vee, zilver en goud. The Bible says in verse 2, Abraham was very rich in cattle, in silver and in gold. Fysiek had Egypte Abraham en zijn familie geen windeieren gelegd. Physically, Abraham was well off in Egypt. De Bijbel zegt dat hij heel rijk was en hij had veel vee, veel zilver en goud. The Bible says he was rich in cattle, in silver and in gold. Maar Egypte had hem niet gegeven wat hij en Sarah echt verlangden. But Egypt could not give him and Sarah what they really needed. Een kind van henzelf. A child of theirself. Bid vandaag dat 2020 je niet alleen fysieke rijkdommen zal geven. Pray today that 2020 will not only bless you physically. En je dan teleurgesteld achterlaat. And then leave you disappointed behind. Maar dat 2020 je bovenal ook de liefde, de vreugde en de vrede van de Heer zal brengen in de naam van Jezus. But pray that it will bring you the joy, the peace and the love of God in the name of Jesus. Want wat zijn fysieke rijkdommen als je geen liefde, vreugde en vrede kent? Because what are physical richnesses if you do not know peace and love and joy? Daarom moet je bidden dat 2020 je niet zal teleurstellen met enkel fysieke rijkdommen. So that is why you need to pray that the 2020 will not only bless you with physical riches. Maar dat je bovenal ook liefde, vreugde en vrede van de Heer mag krijgen. But that you will also receive the love and the peace and the joy of God. En de Bijbel zegt in vers 3 en hij trok vanuit het zuiderland naar Bethel. And the Bible says he left from the south onto Bethel. En hij ging naar de plek waar hij de eerste keer zijn tent had neergezet tussen Bethel en Ai. And he went onto the place where his tent had been at the beginning between Bethel and Ai. Nu, dit vers geeft de sleutel van het keerpunt in Abraham's leven. Now this verse gives us the key to the turning point of Abraham's life. En dus ook voor jouw leven als je hetzelfde volgt. And also for your life if you follow the same thing. De Bijbel zegt Abraham keerde terug naar waar hij vandaan kwam.
The Bible says Abraham returned where he came from. Naar Bethel, het huis van God, de kerk. To Bethel, the house of God, the church. Daar waar hij ooit verbleef. Where he was staying before. Waar hij zijn tenten ooit had opgezet. Where he had laid his tents before. Ik weet niet hoe lang dat jij uit de kerk bent weggebleven. I don't know how long you have been out of the church. Of je zelfs ooit een kerk van binnen gezien hebt. Or if you have even seen the church from the inside. En ik bedoel niet als een museum, maar wanneer er een kerkdienst plaatsvond en wanneer Gods woord gesproken werd. And I do not mean as a museum, but I mean as when the church has been going on. Dit vers was de ommekeer in het herstel van Abraham's relatie en familie. This verse was the turning point for Abraham and his family. Hij keerde terug tot God en tot de kerk. He went back to God and to the church. Nu, of het nu een aantal maanden is, of jaren is, of zelfs generaties is, en je wil herstel van je familie, je relatie, dan bid met ons. If it has been years of even months or just some days and you want restoration today, pray with us. Bid dat God je in de naam van Jezus zal helpen terugkeren op je stappen. Pray that God will help you to come back to your steps. Die je op een foute weg geleid hadden. All those steps that have led you on the wrong way. Dat hij je zal terugbrengen naar de plaats waar herstel in je leven terug zal kan ervaren. That he will bring you back to the place where you can experience restoration. Bid dat Yahweh jou en je familie in je reis door 2020 terug dichter bij hem en zijn zegen zal brengen. Pray that God will bring you and your family closer to him in 2020. In de naam van Jezus. In the name of Jesus. Bid dat Jehovah je in 2020 terug dichter bij de kerk en bij Bethel zal brengen. Pray that in 2020 God will bring you closer to the church and to Bethel. Dat waar je ver van hem en zijn kerk bent, dat hij je terug verzoent met de plaats van je zegens en herstel. Pray that where you are far from the church, that he will reconnect you or reconcile you to your place, of blessing. In de naam van Jezus. In the name of Jesus. En de Bijbel zegt in vers 4. And the Bible says in verse 4. Daar had Abraham toen een altaar voor de Heer gebouwd. Onto the place of the altar which he had made there at first. Ook nu bracht hij hem daar weer offers. And there Abraham called on the name of the Lord and brought sacrifice. Dus de Bijbel zegt niet alleen dat Abraham terugkwam naar de kerk. The Bible does not say that he just came back to the church. Maar ook naar het altaar dat hij voor de Heer gebouwd had. But also to the altar that he had built for the Lord. Een altaar is een plaats van connectie. The altar is a place of connection. Daar waar een relatie met God tot stand komt. Where a relationship with God comes to stand. Bid dat God de deur terug opent voor een relatie met hem. Pray that God will open a door for a relationship with him. Dat waar Egypte en het verlangen naar een wereldlijks leven je relatie met God had verbroken. That where the desire for a worldly life had broken that relationship. Dat waar omstandigheden je relatie met God hadden verzuurd. That where circumstances had broken the your relationship with God. Maar waar je situatie er zeker niet beter door geworden is. But through which your situation did not become better. Dat God je terugbrengt naar zijn altaar. That God will lead you to your to his altar. Daar waar je tot hem kan spreken en daar waar je van hem kan horen. There where you can hear from them and when you can speak with him. In de naam van Jezus. In the name of Jesus. De Bijbel zegt Abraham keerde terug naar het altaar van de Heer. The Bible says that he returned unto the altar of the Lord. En hij riep de naam van de Heer. And he called upon the name of the Lord. En hij riep Jezus, Jezus, waar ben je? And he called Jesus, Jesus, but where are you? Waarom? Why? Omdat hij God uit het oog verloren was. Because he had lost sight of God. Door naar Egypte te gaan. By going to Egypt. Door wereldse verlangens te hebben. By having worldly desires. En hij verlangde terug naar de liefde en de vreugde en de vrede van de Heer. And he desired the love, the peace and the joy of the Lord. Hij miste deze. He was missing these. En daarom kwam hij terug naar dat altaar en zei, Jezus, Jezus, waar ben je? And that is why he came back to the altar and said, Jesus, Jesus, where are you? Want hij zag de Heer niet meer. Because he could not see the Lord. En hij kon de Heer niet meer ervaren. And he could not experience the Lord anymore. Bid vandaag in de naam van Jezus. Pray today in the name of Jesus. Dat je ogen en je oren en je hart terug geopend zullen worden, zodat je hem terug kan zien. Dat je de Heer terug kan horen en voelen in je leven.
That you will be able to see him and feel him in your life. In your family, in your omgeving. In your family, in your environment. In de naam van Jezus. In the name of Jesus. En de Bijbel zegt in vers 5 ook Lot die met Abraham meeging had schapen, koeien en tenten. And the Bible says in verse 5, and Lot also which went with Abraham had flocks and herds and tents. Nu Lot was gezegend door zijn relatie met Abraham. Lot was blessed through his relationship with Abraham. Dat betekent dat je zegens afhangen van met wie je omgaat, met aan wie je gerelateerd wordt. It means that your blessings that depend on who you are related to, who you are working with. Bid vandaag dat in 2020 God je connecteert en relateert aan mensen die zegens in je leven veroorzaken. Pray today that in 2020 the Lord will guide you and connect you with people that will bless your life. In plaats van die je leven verzuren en vervloeken. Instead of people that destroy your life. In de naam van Jezus. In the name of Jesus. Abraham was zo gezegend. Abraham was so blessed. Dat hij ook een zegen kon zijn voor anderen. That he could be a blessing for other people. Bid dat God je dit jaar 2020, dit seizoen zal zegenen, zodat je zelf ook een zegen kan zijn voor anderen. Pray that this 2020 the Lord will bless you and that you will be also be able to be a blessing unto the other people. In de naam van Jezus. In the name of Jesus. Nu Lots zegens en rijkdom maakte deel uit van Gods plan om Abraham te laten voldoen aan de eisen die hij gesteld had in Genesis 12:1. Of Lot, de Lot's zegens en rijkdom maakte deel uit van Gods plan. The blessings of Lot were part of the plan of God. Om Abraham te laten voldoen aan de eisen die hij gesteld had in Genesis 12:1. To make Abraham to come to be to fulfill the requirements of God in Genesis in the past Genesis in Genesis 12. Abraham, de Bijbel zegt dan dat Abraham moest zijn hele familie achterlaten. The Bible says there that Abraham had to leave his whole family. Alvorens God zijn deel van de overeenkomst kon volbrengen. Before God could complete his part of the covenant. Dus eigenlijk had Lot nooit mogen meegaan met Abraham. So actually Lot never had to go with Abraham. Maar zoals we vorige week hebben uitgelegd, misschien waren het emoties, tradities, sociale druk die Abraham deed overwegen om toch Lot met zich mee te nemen. But as we have explained last week, maybe it were traditions, emotions or social pressure that made him take Lot with him. Vele mensen zijn vandaag zo gehecht aan dingen of personen die hun eigenlijk een hindernis zijn om de werkelijke zegens van God te zien. A lot of people are so attached to things in the world that will make them to not see the true blessings of God. Bid vandaag dat God omstandigheden zal laten oprijzen. Pray today that the Lord will make circumstances to rise. Die je zullen scheiden van alles dat je hindert om Gods beloften en zegens te zien in je leven. That will separate you from seeing the blessings, the promises of God in your life. Nee, die je zullen hinderen, die je zullen scheiden van alles wat je hindert van de belofte en de zegens van God. That will help you to separate from everything that will block you, that will hinder you from the blessings of God. We willen niet gescheiden worden van de belofte en de zegens van God. We willen gescheiden worden van alles wat ons hindert om die belofte en zegens te zien. We want to be separated from everything that wants to hinder us from seeing those promises. De Bijbel zegt in vers 6, maar er groeide in dat gebied niet genoeg gras voor al die dieren. And the land was not able to bear them. Want ze hadden allebei heel veel vee. That they may dwell together for their substance was great. En daardoor konden ze er niet samen blijven wonen. So that they could not dwell together. Het was het land, de grond die het onmogelijk voor hen maakte. It was the ground that made it impossible for them. Om samen te blijven. To stay together. Nu de grond is waar in Genesis 2:7. The ground is where in Genesis 2:7. Het vlees, het lichaam van de mens van gemaakt is. The flesh is made of the body of man. Nu we zien hier dat het vlees was en de verlangens van het vlees. Now we see here that it was the flesh and the desires of the flesh. De welvaart en de rijkdommen. The riches, the wealth. En de angst hier aan te moeten inboeten. Dat maakte dat Abraham en Lot moesten scheiden. It made that Abraham had to separate himself from Lot. Vele relaties en familierelaties, vriendenrelaties. A lot of relationships, family relationships, friendships.
worden vandaag verbroken omwille van rijkdommen en welvaart. Are separated, are broken today because of riches, hoeveel, because of wealth. Hoeveel families spatten er bijvoorbeeld vandaag uit elkaar omwille van erfenissen? How many families how many families outgrow each other because of just heritage. Ja. Bid vandaag tot Jehovah. Pray today to God. Om elke verlangens van het vlees die de eenheid in je familie. For against every desire of the flesh in your family that will separate you. Tussen je vrienden, de eenheid tussen je vrienden. That will try to destroy the unity between your friends. Die de eenheid in je kerk in gevaar brengt. That is bringing the unity in your church in danger. Vraag dat vandaag Jehovah al deze verlangens van het vlees zal wegvagen. Pray that the Lord will remove all these desires of the flesh. Dat hij je zal reinigen van deze verlangens. That he will cleanse you from all these desires. Zodat je familie in eenheid kan blijven. So that your family can remain in unity. Zodat je vrienden in eenheid kunnen blijven. So that your friends can remain in Zodat unity. Je kerk in eenheid kan blijven. So that your church can remain in unity. Vraag God om al deze slechte verlangens van het vlees weg te vagen. Pray that God will remove all these bad desires of the flesh. In de naam van Jezus. In the name of Jesus. Nu in vers 7 zegt de Bijbel, er ontstond ruzie tussen de herders van Abraham's vee en de herders van Lot's vee. The Bible says in verse 7, and there was a strife between the herdmen of Abraham's cattle and the herdmen of Lot's cattle. Bovendien woonden de Canaïeten en de Perizzieten met hun vee in dat gebied. And the Canaanites and the Perizzites dwelt in the land. Dus we zien dat er ruzie ontstond tussen de herders van Abraham en Lot omwille van hun welvaart. We see that there was a problem that rose up between Abraham and Lot because of the wealth. Ze waren geestelijk niet gevoelig. They were spiritually not sensitive. En daardoor had God geen plaats in dit probleem. And that is why God did not have any place in this problem. Nu de enige mogelijke oplossing die ze zagen was uit elkaar gaan. Now the only solution that they found was to separate themselves. Het is een oplossing van het vlees. It is a solution of the flesh. Het is een wereldse oplossing. It is a worldly solution. Het is dikwijls de gemakkelijkste oplossing. It is a lot of times the easiest solution. De oplossing met het minste weerstand van de duivel. The solution with the less persecution of the devil. Bid vandaag in de naam van Jezus. Pray today in the name of Jesus. In de eerste plaats voor het herstel van geestelijke gevoeligheid. For the restoration of spiritual sensitivity. Zodat je de hand van de duivel kan zien in eigen kleine problemen. So that you will be able to see the hand of God in the smallest issues. Want als je geen geestelijke gevoeligheid hebt. Because if you do not have a spiritual sensitivity. En je kan de hand van de duivel niet zien. And you cannot see the hand of the devil. Dan zal je relaties zien uit elkaar spatten. And then you will see relationships grow out of juist omwille van kleine problemen. Because of little problems. Bid voor geestelijke gevoeligheid. Pray for spiritual sensitivity. Dat is noodzakelijk om een noodzakelijk deel van het herstel van de mens in de nabijheid van God. It is a very necessary thing in the restoration of mankind into the presence of God. Prijs de Heer. Praise the Lord. Nu we zien ook in dit vers dat Abraham en Lot niet alleen in het land waren. We see here also that Abraham and Lot were not alone in the land. De Canaanieten en de Perizzieten waren ook in het land. The Canaanite and the Perizzite were also in the land. Dus het is gevaarlijk aan de vijand te tonen dat je verdeeld bent. So it is very dangerous to show the enemy that you are separated. Dan zal de vijand beide partijen gemakkelijk kunnen verslaan. Then he will be able to beat both parties very easily. Daarom bid vandaag voor eenheid in de nabijheid van de Heer. Today pray for unity in the presence of the Lord. In je familie. In your family. In je relatie. In your relationship. In je huwelijk. In your kerk. In your church. Zodat de vijand geen mogelijkheden krijgt om te oogsten in jouw omgeving in de naam van Jezus. So that the enemy will not have any opportunity to sow in your family, in your life, in the name of Jesus. To reap in your life in the name of Jesus. Vers 8 zegt, daarom zei Abraham tegen Lot. And verse 8 says, that is why Abraham said unto Lot. Laten we alsjeblieft geen ruzie maken. Let there be no
strife, I pray thee, between me and thee. Het is niet goed als er ruzie is tussen mijn herders en jouw herders. It is not good for our herdsmen to have strife. We zijn immers familie van elkaar. For we be brethren. We zien hier dat de geestelijk meer volwassen Abraham. We see here that the spiritually more grown Abraham. Hier tot een minder geestelijk volwassen Lot vraagt om geen ruzie te maken. And he asked the less grown Lot to not have any strife with him. Het is niet noodzakelijk omdat er fysiek een aantal problemen zijn. It is not specifically because or especially because there may be issues physically. Dat er spiritueel ook problemen dienen te zijn. That there would be issues spiritually as well. Ook al zijn er problemen, het kan nog altijd zijn dat er vreugde en vrede en liefde is. Even if there are issues, it can be that the peace, the joy and the love is still there. Bid dat in 2020. Pray that in 2020. God je meer de geestelijke volwassenheid zal geven. God will give you more spiritual maturity in the name of Jesus. Je meer geestelijk volwassen zal maken. That he will make you more mature spiritually in the name of Jesus. In de naam van Jezus, inderdaad. In the name of Jesus. Abraham lost het probleem onmiddellijk op in de plaats van het op te blazen. Abraham solved the issue immediately instead of blowing it up. Ook al moest hij er offers voor brengen. Even if he had to bring offers for it. Vrede vraagt heel dikwijls offers. Peace a lot of times it asks for sacrifice. Maar als we niet bereid zijn om offers te brengen, dan ontketen we dikwijls een oorlog. But if we are not able to bring sacrifices, then we start a war. Met desastreuze gevolgen voor onze familie, relatie, huwelijk of kerkgemeenschap. With disastrous consequences for our family, for our church, for our friendships. Bid daarom dat in 2020 jou een oplossing zal zijn en geen probleem. Pray therefore that in 2020 you shall become a solution and not a problem. Een antwoord en geen excuus of een klacht. That you will become an answer and not an excuse or a complaint. Een hulp om problemen op te lossen, liever dan iemand die problemen opblaast of veroorzaakt. Help to resolve to solve issues instead of being someone that will help that will cause them and help them to blow up even more. In de naam van Jezus. In the name of Jesus. En vers 9 zegt: en je kan toch wonen waar je wil. And the verse 9 says you can live where you want. Laten we uit elkaar gaan. Let us separate. Als jij naar links gaat, zal ik naar rechts gaan. If you would take the left hand, then I will go to the right. Als jij naar rechts wil gaan, zal ik naar links gaan. If thou depart to the right hand, then I will go to the left. Dus we zien hier het uiteindelijke resultaat van ruzie. And we see here the final the consequence of strife. Verdeeldheid. There's separation, division. Bind daarom elke geest van ruzie. Bind every spirit of strife. Bind elke geest die nutteloze discussies en gevechten opwekt. Every spirit that rises up useless discussions. En aanmoedigt. And encourages them. Bind elke geest van ruzie. Bind every spirit of strife. Ruzie met je man, met je vrouw, met je kinderen. Strife with your wife, with your husband, with your children. Ruzie met je vader, je moeder. With your father, your mother. Ruzie met fysiek denkende mensen. With people that think physically. Ruzie met God en Gods woord. With God and with the word of God. Bind elke geest die je wil verdelen. Bind every spirit that wants to divide. In de naam van Jezus. In the name of Jesus. Nu we zien ook dat Abraham bijleert. We see here also that Abraham he learns. Abraham is de geestelijk groeiende man. The one that is growing spiritually. En hij wordt niet meer geleid door fysieke omstandigheden. He is no longer led by physical circumstances. En hij geeft Lot de keuze naar waar hij wil gaan. And he gives Lot the choice to choose where he wants to go. En hij legt zijn lot en het lot van zijn familie in de handen van God. And he puts his life and the life of his family into the hands of God. Liever dan ruzie te gaan maken en met elkaar in gevecht te gaan. He preferred that than to have fights with each other and separate. Bid vandaag dat Yahweh je geest, je gedachten, je denken zal vernieuwen in 2020. Pray today that the Lord will change your way of thinking in 2020. Zodat je niet meer door fysieke dingen zal geleid worden. So that you no longer will be led by physical things. Maar door de geest en door het woord van God. But by the priest, by the spirit and by the word of God. In de naam van Jezus. In the name of Jesus.
Nu, de Bijbel zegt in vers 10, Lot keek rond en zag dat er in het hele gebied van de Jordaan veel water was. Now the Bible says in verse 10, and Lot lifted up his eyes and beheld all the plain of Jordan, that it was well watered everywhere. Nu, voordat de Heer Sodom en Gomorra verwoestte, before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah, was het er in de richting van Zoar zo mooi als de tuin van de Heer of als in Egypte. Even as the garden of the Lord, like the land of Egypt, as thou comest unto Zoar. Nu, de Bijbel zegt dat Lot rondkeek. The Bible says that Lot, he looked around. Maar hij keek niet omhoog. But he did not look up. Hij richtte niet zijn ogen tot de bergen zoals David zei in Psalm 121. He did not lift his eyes onto the mountain as David said in Psalms 121. Hij richtte zijn ogen niet naar de berg van God om te zien wat goed voor hem was. He did not look at the mountain of God to see what was good for him. Lot keek alleen met zijn fysieke ogen. He only looked with his physical eyes. Als hij God had geraadpleegd, zou hij dan niet geweten hebben dat Sodom en Gomorra niet de juiste plaats was. If he had seek for the counsel of God, would he not have known that Sodom and Gomorrah was not the right place to go to? Dat deze plaats maar tijdelijk groen en goedogend was. That it was just temporary green plains and well watered. Nu, de Nederlandstalige Bijbel zegt, het was er zo mooi als in de tuin van de Heer. The Dutch Bible says it was as beautiful as the garden of the Lord. Nu, de Engelstalige Bijbel legt een kleine nuance. Now the English Bible, it gives a little nuances. En het zegt, het leek er zo mooi als de tuin van de Heer. And it says even as the garden of the Lord. Het leek er, it looked like, it was like, but it was not like, it was not the garden of Eden. Het was niet de tuin van Eden. Wetende dat de duivel een bedrieger is. Knowing that the devil is a liar. Zie ik persoonlijk de Engelse versie meer duidend. I see that the English version, it is more specific, it gives more clarification. Lot werd bedrogen door zijn fysieke ogen. Lot was lied to by his physical eyes. Van ver kon hij niet zien dat de mensen in Sodom en Gomorra slecht waren. From afar he could not see that the people in Sodom and Gomorrah were bad. Hij zag enkel de groene weiden. He only saw the green pastures, the green plains. Bid dat in 2020 je fysieke zintuigen je niet zullen bedriegen. Pray that in 2020 your physical senses will not lie you, will not deceive you. In de naam van Jezus. In the name of Jesus. Bid dat God je altijd spiritueel zal wakker houden. Pray that the Lord will continue to keep you spiritually awake. Dat hij je altijd zal herinneren om hem te raadplegen. That he will always remind you to seek his counsel. Alvorens een beslissing te nemen. Before taking a decision. In de naam van Jezus. In the name of Jesus. Bid dat je voorkeur altijd zal uitgaan naar wat de Geest van God je zegt. Pray that your preference will always go to what the Spirit of God tells you. Liever dan wat je fysieke zintuigen je vertellen in de naam van Jezus. Instead of what your physical senses are telling you in the name of Jesus. Bid dat geen enkele bedrieger je in 2020 zal kunnen bedriegen. Pray that no deceiver will be able to deceive you in 2020. In Jezus naam. In the name of Jesus. De Bijbel zegt in vers 11. The Bible says in verse 11. Daarom koos Lot voor zichzelf het hele gebied van de Jordaan uit. Then Lot chose him all the plain of Jordan. En hij trok naar het oosten. And Lot journeyed east. En ze gingen zo uit elkaar, of zo gingen ze uit elkaar. And they separated themselves the one from the other. Nu, de Bijbel zegt dat Lot de hele vlakte van de Jordaan voor zichzelf koos. The Bible says that Lot chose the all the plain of the Jordan for himself. Een vlakte lijkt in de eerste plaats de gemakkelijkste plaats. So a plain seems at first sight the most easiest part. Alles is het vlak, geen bergen, geen obstakels. Everything is plain there are no mountains, no obstacles. Maar dat lijkt alleen maar zo. But it only seems like that. Sodom en Gomorra, de vlakte van de Jordaan, was vol met obstakels en bedrog. Sodom en Gomorra, the plain of the Jordan, was full of obstacles and deceit. Bid tot Jehovah vandaag. Pray to Jehovah today. Dat in 2020 je keuzes zullen geleid worden door zijn woord en door zijn geest en niet door fysieke of zichtbare feiten. That in 2020 your choices will be led by his word and by his spirit and not by physical circumstances. In de naam van Jezus. In the name of Jesus. Nu, vers 11 zegt ook dat ze uit elkaar gingen. Verse 11 also says that they were separated the one from the other. Dat ze van elkaar gescheiden werden. That they were separated. Lot wist alleen nog niet van wie hij gescheiden werd.
But Lot did not know who he was separated from. De man die voorbestemd was om gezegend te worden en hersteld te worden in de nabijheid van God. The man who was predestined to be blessed and to be restored in the presence of God. Bid vandaag dat in 2020 in de naam van Jezus. Pray today that in 2020 in the name of Jesus. Je niet zal gescheiden worden van mensen die God zal zegenen. You will not be separated from people that God will bless. En die jou ook tot blessing zullen zijn. And that will be a blessing unto you as well. Prijs de Heer. Praise the Lord. Nu vers 12 zegt Abraham bleef in Canaan wonen. The Bible says Abraham dwelt in the land of Canaan. En Lot ging in de steden van het Jordaangebied wonen. And Lot went into the cities of the Jordan. En hij zette zijn tenten op tot vlak bij de stad Sodom. And he pitched his tent towards Sodom. Nu Abraham bleef in het gebergte van Canaan rondhangen. The Bible says that Abraham dwelt in the land of Canaan. Terwijl Lot naar de vlakte van de Jordaan trok. And Lot went to the plains of the Jordan. Herinner het verhaal van Noah. Remember the story of Noah. Voor God zijn bergen geen obstakel. For God our mountains are no obstacles. Het kan een weg maken, hij kan een weg maken in het gebergte of tussen de bergen waar er geen weg lijkt te zijn. He can make a way in the desert or between the mountains where there is no way. En dat deed hij ook voor Abraham. And that he did the same for Abraham. Nu, wat is er dan een obstakel voor God? So what is an obstacle for God? Een zondevolle natuur. A sinful nature. Leven in zonde en ongehoorzaamheid aan zijn woord. Living in sin and unbelief in his word. Jezus niet volgen. Not following Jesus. Dat is een obstakel voor God. That is an obstacle for God. Een obstakel om mensen te zegenen en te herstellen in de situatie van voor de zondeval in Genesis 3. An obstacle from blessing people and restoring them back onto the position they had in Genesis 2. Prijs de Heer. Praise the Lord. Bid dat God voor door zijn Zoon Jezus Christus. Pray that God through His Son Jesus Christ. Door zijn vlees geworden woord. By becoming flesh, turning the word into flesh. Door het woord dat je hoort van het altaar in je kerk. That through the word that you hear from the altar in your church. Dat God je zal reinigen van elke zondevolle natuur. Pray that God will cleanse you from every sinful nature. Zodat alles weer mogelijk wordt in je leven in de naam van Jezus. That everything will become possible again in your life in the name of Jesus. Nu Lot ging mensen vervoegen die een doorn in het oog waren van God. Lot was going with people that were a pain in the sight of God. Zondevolle mensen. People that were full of sin. Bid dat in 2020. Pray that in 2020. God je ver zal verwijderen toch van zij die een doorn zijn in het oog van God. That God will keep you far away from those people that are a pain in the eyes of God. Bid dat God je afscheid van hen die bestemd zijn voor het hellevuur. Pray that God will separate you from those people that are destined for hellfire. In de naam van Jezus. In the name of Jesus. Nu vers 13 zegt de mannen van Sodom waren erg slecht. The Bible says in verse 13 the men of Sodom were wicked. Ze deden alles wat de Heer verboden had. And sinners before the Lord exceedingly. Zoals we eerder al zeiden. As we have said before. Lot kon niet zien dat de mensen slecht waren van op afstand. Lot could not see that the people were bad from a distance. Hij kon alleen zien dat de weiden groen waren. He could only see that the plains were green. Alleen God had dit aan hem kunnen openbaren. Only God was going to be able to reveal this unto him. Vraag Yahweh vandaag om de keuzes te openbaren, om keuzes die je moet maken te openbaren in de naam van Jezus. Pray today that God will reveal the choices that you have to make in 2020 in Jesus' name. Bid God dat hij openbaart wat juist en fout is in de naam van Jezus. Pray that he will reveal what is good or bad in the name of Jesus. Bid dat ook al ben je misschien ver van je familie. Pray that even though you might be far from your family. Die zich elders op deze aardbol bevinden. That is somewhere else on this earth. Vraag God om zich te openbaren voor gevaar betreffende hen. Pray that God will reveal himself concerning dangers about their lives. De juiste keuzes voor hen. That concerning the right choices for them. Dat hij ze zal openbaren. That he will reveal them. Of ze nu gelovig zijn of niet.
whether they believe or not, Of ze nu anders gelovig zijn of niet. Or if they have other beliefs. Vraag de Heer om zich te openbaren. Pray that the Lord will reveal himself. Voor goed betreffende jouw omgeving. For good concerning your environment. Zodat God niets verborgen voor u zal houden. That he will not hide anything from you. Weet dat God is de alleswetende God. Pray that God is the, know that God is the all-knowing God. Bid dat Gods vijanden niet, dat je Gods vijanden niet zal vervolgen door onwetendheid. Pray that you will not mix or accept the enemies of God through a lack of knowledge. In de naam van Jezus. In the name of Jesus. Bid dat God je niet alleen wijsheid zal geven. Pray that he will not only give you wisdom. Door te studeren. By studying. Maar ook door de openbaring van zijn Heilige Geest. But also by the revelation of his Holy Spirit. In de naam van Jezus. In the name of Jesus. Nu vers 14 zegt, toen Lot bij Abraham was weggegaan. The Bible says in verse 14, when after Lot was separated from him. Zei de Heer tegen Abraham, kijk vanaf deze plek eens naar het noorden, het zuiden, het oosten en het westen. The Lord said unto him, lift up now thine eyes and look from the place where thou art, northward and southward and eastward and westward. Nu dat nadat Lot van Abraham gescheiden was. After the separation from Lot and Abraham. En Gods wil voor het leven van Abraham tot stand was gekomen. And that the will for God came to pass in the life of Abraham. Gescheiden van het verleden. Being separated from the past. Gescheiden van zijn familie. Being separated from his family. Sprak God terug tot Abraham. God was able to speak to Abraham again. Nu een reiniging, een opkast van Abrahams leven was nodig. Sanctification, purification in the life of Abraham was necessary. Bid dat alles wat Gods openbaring hindert in je leven. Pray that everything that blocks the revelation of God in your life. Van dit moment van je leven zal verwijderd worden in de naam van Jezus. That it will be removed from your life from this moment in the name of Jesus. Abraham in tegenstelling tot Lot richtte wel zijn ogen naar de hemel. Abraham, when you compare to Lot, he lifted his eyes to the mountain. Abraham's ogen waren niet meer gericht op het fysieke. His eyes were no longer pointed or looking at the physical. Abraham had zijn lesje in Egypte wel geleerd. He had learned his lesson in Egypt. Ik hoop dat er vandaag iemand zijn les geleerd heeft. And I hope that somebody today has learned his lesson. Bid dat dagelijks je ogen zullen gericht worden tot God in de naam van Jezus. Pray that on daily basis your eyes will be lifted towards God in the name of Jesus. Bid dat je ervaringen uit het verleden je wijsheid zullen schenken voor de toekomst. Pray that your experiences of the past will give you wisdom in the future. For the future. Bid dat God je fouten uit het verleden zal herinneren om een mooie toekomst tegemoet te kunnen zien. Pray that he will remind you of your mistakes in the past so that you can have a beautiful future. In 2020 in de naam van Jezus. In 2020 in the name of Jesus. Nu de Bijbel zegt dat God zei, kijk naar het noorden, het zuiden, het oosten, het westen. The Bible says that God told him to look at the north, the south, the east and the west. Dus waar hij ook naar keek, het was gezegend omdat God bij hem was. So everywhere he looked at it was blessed because God was with him. God had Abraham nooit verlaten. God had never left Abraham. Maar het was Abraham die voordien God had verlaten. But it was Abraham that had left God. Maar we zien dat vanaf het moment dat Abraham terugkeert naar God en in alle nederigheid. But we see that from the moment that he returns to God in all humbleness. Dan mag Abraham kijken naar waar hij wil. Abraham is allowed to look where he wants to. Hij kan doen wat hij wil. He is allowed to do what he wants. Alles is gezegend. Everything is blessed. Of je nu naar het noorden, het zuiden, het oosten of het westen kijkt. Whether he came to the north, the east, the west or the south. Bid dat zoals God beloofd heeft. Pray that as God has promised. Ons nooit te verlaten, nog te verzaken. Never to forgive or to forget us or to forsake us. Leave us nor forsake us. Dat ook jij God niet zal verlaten of verzaken in de naam van Jezus. Pray that you will not leave him or forsake him in the name of Jesus. God zal ons nooit verlaten of verzaken. God will not leave us or forsake us. Net zoals hij Abraham niet had verlaten. Same way that he did not leave or forsake Abraham. Maar Abraham verzaakte hem en verliet hem. But Abraham forsake him and left him. Bid dat je in 2020 in elke situatie God zal kunnen zien.
pray that in 2020 you will be able to see God in every situation. En hem zal kunnen herkennen in alles. And that you will be able to recognize him in everything. In Jezus naam. In Jesus' name. En de Bijbel zegt in vers 15, het hele land dat je ziet. And the Bible says in verse 15, for all the land which thou seest. Zal ik voor altijd aan jou en je familie naar jou geven. To thee will I give it and to thy seed forever. Kan je voor een momentje je ogen sluiten? Can you close your eyes for a moment? Want als je nu rondkijkt. Because if you look around now, dan zie je waarschijnlijk alleen de vier muren van je kamer. You will only see the four walls of your room. Maar als je wil zien dat wat God voor jou bestemd heeft. But if you want to see what God has meant for you, sluit dan even je ogen en zie wat God je toont. Close your eyes and see what God shows you. Want de Bijbel zegt, het hele land dat je ziet, zal ik voor altijd aan jou geven. The Bible says, for all the land which thou seest, I will give you, or I'll give it unto thee forever. Wat zie jij in de geest? What do you see in the spirit? Wat zie jij als je je ogen sluit? What do you see if you close, when you close your eyes? Want het is belangrijk voor het volgende gebed. Because it is will be very important for the next prayer. Bid tot God dat hij je alles zal geven wat je gezien hebt in de naam van Jezus. Pray that God will give you all that you have seen in the name of Jesus. God zei, al hetgene wat je ziet zal ik voor altijd aan jou geven. God said all the things that you see I will give unto thee forever. Wat heb jij gezien? What have you seen? Bid tot God dat hij je zal geven dat wat je gezien hebt. Pray that God will give you what you have seen. Nu de Bijbel zegt dat God niet alleen zal geven aan jou. The Bible says that God will not only give unto you. Maar hij zal ook geven aan de volgende generaties. But also to the coming generations. Bid voor je kinderen. Pray for your children. Je kleinkinderen, je achterkleinkinderen. Your great grandchildren, your great great grandchildren. Je achterachterkleinkinderen. The great great grandchildren. Dat zij Gods zegens ook mogen zien in hun leven. That they will be able to see the blessings of God in their lives. In de naam van Jezus. In the name of Jesus. Nu de Bijbel zegt in vers 16. The Bible says in verse 16. Hij zegt, ik zal van jou een groot volk maken. I will make thee a great nation. Zo ontelbaar als een stof op de aarde. Just as uncountable as the dust of the earth. Nu, is er iemand die de korrels zand van de aarde kan tellen? Is there someone that can count the dust of the earth? De Bijbel zegt dat ze ontelbaar zijn. The Bible says they are uncountable. Nu, de Engelstalige Bijbel zegt dat wanneer iemand het aantal korrels zand op aarde kan vastleggen. The Bible says in English that so that if a man can number the dust of the earth, dan zullen ook de nakomelingen van Abraham geteld kunnen worden. Then shall thy seed also be numbered. Nu, de vraag is. Now the question is. Is er iemand geïnteresseerd in het tellen van alle korrels zand op aarde? Is there someone that is interested in counting all the dust of the earth? Als het antwoord nee is, dan wil dat zeggen, als niemand geïnteresseerd is, dat de volgende generaties gegarandeerd zijn. So if the answer is no, it means that the next generation is guaranteed. Dat het aantal nakomelingen niet kan geteld worden. That the number of generations cannot be counted. Nu het antwoord op die vraag ja is. If the answer is yes, als er toch iemand geïnteresseerd zou zijn, if someone is interested, dan staat deze persoon een eindeloze taak. This person is starting a business that he cannot finish. Tellen en hertellen, opnieuw en opnieuw. Counting and recounting every time again. Zijn leven zal volledig gevuld zijn met tellen. His life will be filled with counting. Bid dat God jouw familie ontelbaar zal maken. Pray that God will make your family uncountable. Dat je generaties niet zullen afgebroken worden. That your generations will not be cut. In de naam van Jezus. In the name of Jesus. Bid dat je naam nooit zal weggevaagd worden in het boek van het leven. Pray that your name will never be removed from the book of life. Want als de generaties blijven voortgaan. Because if the generations continue. Dan zal je naam ook nooit verdwijnen uit het boek van het leven. Your name also will never be removed from the book of life. Niet door het fysieke, nog door bid dat je naam nooit zal weggevaagd worden uit het boek van het leven. Pray that your name will never be removed from the book of life. Of door het fysieke of door het spirituele kinderen. Neither from the physical or the spiritual children. In de naam van Jezus. In the name of Jesus. Bid dat de vijand zich zal verdiepen in een eindeloze job.
pray that the enemy will push himself in a never-ending job. Wanneer hij altijd opnieuw en opnieuw zal falen. Where he will continue to fall again and again. Zoals het bij het tellen van tellen en het hertellen van de zandkorrels. Just as with the counting and the recounting of the dust. In de naam van Jezus. In the name of Jesus. En de Bijbel zegt in vers 17. And the Bible says in verse 17. Kom, trek rond door het hele land. Arise, walk through the land. Want ik zal het aan jou geven. For I will give it unto thee. Nu de Bijbel zegt, kom, sta op en trek rond. The Bible says, arise, walk through the land. Kan iemand beginnen rondwandelen? Can somebody start walking around? Kan iemand recht staan nu en beginnen rondwandelen? Can somebody arise today and start walking? De Bijbel zegt in Joshua 1. The Bible says in Joshua 1. Dat daar waar we op stappen, het zal van ons worden. That everywhere we lay we put our feet, it shall become ours. Nu God zei tegen Abraham, trek door het land. God said, told Abraham, arise and walk through the land. In de breedte, in de lengte. In the length of it and in the breadth of it. En ik zal alles wat je ziet, alles waar je op stapt, zal ik aan jou geven. And every part of it I will give unto thee. Sta op en wandel rond. Walk around today. Doe bij elke stap een aanvraag aan God. And with every step that you make a demand unto God. En maak je volgende stap. And make your next step. Nu de weduwe van Zarafat. The widow of Zarafat. Zag olie lopen zo lang dat ze kannen voorzag. She saw the oil run as long as she provided cans. Dus als wij blijven vragen. So if we continue to ask. Dan, want de Bijbel zegt vraag en het zal je gegeven worden. Want the Bible says, ask and it shall be given. Dus van het moment dat je stopt met rondwandelen en stopt met vragen. So from the moment that you stop walking around and stop asking. Zal God ook stoppen met antwoorden. He will also stop answering. Zal God ook stoppen met geven. He will also stop giving. Dus stap rond en stel bij elke vraag een vraag aan, bij elke stap een vraag aan God. So walk around and with every step ask God. En stop niet zolang dat je al je vragen niet gesteld hebt. And do not stop until you have asked all your questions. Zolang dat je al je verlangens niet voor God gebracht hebt. As long as you have not brought all your demands before God. Blijf rondstappen en blijf vragen en blijf bidden. Continue to pray, continue to ask. In de naam van Jezus. In the name of Jesus. En de Bijbel zegt in vers 18. And the Bible says in verse 18. En dat is de laatste vers. And this is the last verse. Daarna zette Abraham zijn tenten op bij de eikenboom van Mamre bij Hebron. Then Abraham removed his tent and came and dwelt in the plain of Mamre, which is in Hebron. En daar ging hij wonen. And there he lived. En hij bouwde een altaar voor de Heer. And built there an altar unto the Lord. Nu de Bijbel zegt dat Abraham ergens anders ging wonen. The Bible says that he went to live somewhere else. Maar onmiddellijk als hij zich daar vestigt, maakte hij een altaar voor de Heer. But as soon as he comes there and stays there, he makes an altar unto the Lord. Een plaats van connectie met God. A place of connection with Want God. hij wil niet meer gescheiden worden van God, waar hij ook is. Because he does no longer want to be separated from God, no matter where he is. Zoals hij dat ervaren had in Egypte. Just as he had experienced in Egypt. Nu heb jij een altaar in je huis. Now do you have an altar in your house? Een specifieke plaats waar je bidt tot God. A specific place where you pray to God. Dat is een altaar. That is an altar. Kan je je gebeden tot dat altaar richten? Can you pray your prayers towards that altar? Kan je het altaar bij naam noemen? Can you call it a name? In Genesis 22 richtte Abraham een altaar op en hij noemde dat altaar Jehovah Jireh. In Genesis 22 Abraham made an altar and he called it Jehovah Jireh. Omdat God voorzien had. Because God had provided. Bid tot God vandaag. Pray to God today. En richt je tot het altaar in je huis. And pray towards your altar in your house. Heb je geen altaar in je huis, richt je tot het altaar in je kerk. If you do not have an altar in your house, pray towards the altar in your church. Het altaar van de Allerhoogste God. The altar of the Most High God. Jehovah Yahweh, El Shaddai. Jehovah Jireh, El Shaddai. En breng je noden voor God dag na dag. And bring your necessities before God every day. Dus we zien dat waar Abraham ook ging, hij richtte een altaar voor God op. So we see that everywhere that Abraham went, he built an altar unto the Lord. Dat wil zeggen dat hij nooit de relatie met God nog verbroken wou zien. And that means that he never wanted to see that relationship with God be broken.
Nu in het boek van Koningen zien we dat Naaman, nadat hij genezen was door God. In the book of Kings we see that Naaman, after having been healed, vroeg hij aan Elisa of hij zand van Israël mocht meenemen. He asked Elisha if he could take some sand of the land of Israel. Om er een altaar mee te bouwen voor de allerhoogste God. To build an altar with it to the Most High God. Nadat hij God ervaren had, wou hij nooit nog gescheiden worden van Yahweh. After having experienced God, he never wanted to be separated again. Bid vandaag tot God. Pray today unto God. Dat niets of niemand je zal kunnen scheiden van God opnieuw. That nothing or nobody will be able to separate you from him. Daar waar je in het verleden. There were you in the past. Daar waren misschien de vorige generaties. Where maybe the previous generations. Je gescheiden hebben van God. You have separated you from God. Bid vandaag dat na vandaag niemand of niets je nog zal kunnen scheiden van God. Pray that today nothing or nobody will be able to separate you from God. In de naam van Jezus. In the name of Jesus. Ik geloof dat vandaag iemand tot een nieuw niveau in zijn relatie met God is gekomen. I believe that today somebody has come onto a new level with his in his relationship with God. Ik geloof dat iemand tot nieuwe inzichten is gekomen. That somebody has come to new insights. En ik geloof dat iemand zijn gevraagde gebeden beantwoord zal zien. And I believe that somebody will see his prayers answered. In de naam van Jezus. In the name of Jesus. Dit was Gods woord voor vandaag. This was the word of God for today. Blijf deze boodschappen delen. Continue to share these messages. Wees niet hebzuchtig en houd ze niet alleen voor jezelf. Do not be greedy and do not keep them only for yourself. Maar deel ze met anderen. But share them with other people. Er zijn velen die deze gebeden nodig hebben. There are a lot of people that need these prayers. Er zijn vele mensen die gereinigd moeten worden. There are a lot of people that need to be purified. Van een werelds leven. From a worldly life. Maar ook van hindernissen die hun hinderen om Gods zegens te zien in hun leven. But also from hindrances that block them from seeing the will of God in their life. Daarom blijf deze boodschappen delen. So continue to share these messages. En bij Gods genade zien we je volgende week. And by God's grace we see you next week again. Je bent ook altijd welkom in een van onze kerken. You're also always welcome in one of our churches. We zullen de adressen nogmaals toevoegen aan deze boodschap. We will add the addresses onto this message. En verder is er niets meer dat ik kan doen dan jullie nog een gezegende en een vredevolle nacht toewensen. And the only thing that I can do that remains for me to do is to wish you a blessed evening, a blessed night. Okay. Bij Gods genade tot volgende week. By God's grace, see you next week. Bye bye. Bye bye.